Na de 1-0 thuisoverwinning op LSC 1890 heeft VKW voldoende aan een gelijkspel in Sneek voor promotie naar de eerste klasse. En de Borkers worden daarbij geholpen, want in de vierde minuut is het Roy Hutter die dankbaar gebruik maakt van een enorme misverstand in de verdediging van LSC. Miedema kopt de bal helemaal verkeerd terug. En dan is Hutter daar als de kippen bij en staat het 0-1 voor VKW. En dat is natuurlijk een enorme opsteker voor de ploeg van Jan Wielink. LSC dan, het weet wat het moet doen. En het trekt ten aanval, zoals hier Benjamin Idema, de rechterverdediger. Maar zijn inzet gaat voorlangs en levert geen gevaar op voor de Burkers. In de counter dan, opnieuw een aanval van VKW. Het is Roy Hutter aan de linkerkant. Geeft een prima voorzet op Anjo Willems. En oh, wat een enorme volley. Schitterend afgerond, Anjo Willems. Het staat 0-2 voor VKW. Door de topscorer van de Burkers, Anjo Willems. Ja, en dan lijkt het kunstje geklaard voor de ploeg uit Westerbork. Als het even later opnieuw de mogelijkheid krijgt, Anjo Willems. Maar dit keer komt hij net tekort en wordt het geen derde treffer. Naar tevredenheid natuurlijk van het publiek van VKW. En van deze Anjo Willems. 0-2, dat is ook de ruststand. En dan beginfase tweede helft. Vrije trap, Marco da Silva. Ja, en dan krijgt Benjamin Idema de bal verkeerd op zijn hoofd. En gaat de bal voorlangs. En levert het dus helemaal niks op. LSC gaat dan wisselen, brengt een extra aanvaller. Probeert meer druk te zetten op de verdediging van VKW. En krijgt daarbij de kans. Maar dan is het Dirk de Jong die de bal van de doellijn haalt. En zo blijft het vooralsnog 0 tegen 2. Even later opnieuw een aanval van de LSC via de invaller. Brian Bok naar Marco da Silva. Opnieuw Brian Bok van afstand. Ja, en dan is de keeper van VKW, Raymond Nijland, is kansloos. En staat het 1 tegen 2. Door dit schitterende doelpunt natuurlijk van die 17-jarige talent van LSC, Brian Bok. VKW moet het hebben van de counter en krijgt die mogelijkheid ook, Gira Brouwer. En dan komt de bal uiteindelijk bij Roy Hutter. Alleen heeft het vizier net even niet op scherp. Anders had het 1 tegen 3 kunnen staan. LSC dan. En dan is het uiteindelijk een misverstand daar in de verdediging van VKW. Het is Dirk de Jong die de bal op zijn hoofd krijgt tegen de paal. En gelukkig kan VKW uitverdedigen. De ploeg uit Westerbork heeft inmiddels gewisseld, een andere doelman. Het is Ramon Nijland die vanwege blessure naar de kant moet. En hij is vervangen door Björn Blauw. En LSC hier opnieuw een kans laat liggen via Benjamin Idema. We gaan dan al richting slotfase van de wedstrijd. Met nog een kansje hier van Gerard Brouwer. Gaat hij nog scoren? Nee, ook hem lukt het niet. Loopt te veel met de bal, daar waar hij misschien beter een lopje had kunnen doen. En dan is het afgelopen volgens scheidsrechter de Jong. VKW wint met 2-1 en promoveert naar de eerste klasse, een jaar na de degradatie. Na die 0-2 eigenlijk kregen we het best wel lastig. Eigenlijk, ja. We kwamen onder druk en we kwamen slecht onder de druk weg. We hadden te veel balverlies om een goede counter te blazen. Bij wijze van spreken, ja, toen zij miste toch wel twee kansjes op de 2-1 ja, nog. En later nog wel op de 2-2 eigenlijk ook. Maar ja, net ook al zeiden, we hadden ook een kans om 1-3 bij wijze van spreken. En die maken wij ook niet.